was laag. Ik wil zeggen dat de Zwarte Cross helemaal top is. En dan moet iedereen volgend jaar hier naartoe komen, dat er nog meer mensen zijn. Je kan kiezen. Wie is mooier? Herman of Jurgen? Als je over die camping heen loopt, je ziet allemaal drie mannen in een heel klein tentje liggen. Lepeltje, lepeltje, omdat ze koud is, omdat ze het deken vergeten zijn. Dat is mooi. Prima, Marco. Prima. Maar wat vind je nou van de visie dan? Ah, bij ons is het mooi. Ja, nou, ik vind het hier wel mega mooi eigenlijk. Wat jullie nou wat zeggen? Ah, zoals ik hier mooi hè. In de taxi hebben we een taxi geregeld met bier erbij in. Perfect. Ik voel me zo dommel tussen hier. Ja, goedemorgen allemaal. Wij hier live op de Zwarte Cross samen met mijn vriendinnetjes allemaal. Kijk eens, daar staan ze. Lekker genieten. Wij maken er een heel mooi feestje van. Alan heeft het gemaakt. Ik weet niet, Alan houdt van piemels denk ik. Ik denk dat het is. En het is natuurlijk makkelijk. Je kan met twee personen tegelijk aan één kant hier vasthouden en eentje vooraan vasthouden. Dat werkt gewoon. Ja, er zijn drie personen nodig om de piemel vast te houden. Eigenlijk, als er veel bieren zit dan wel. Het is de eerste keer met de buurt op de Zwarte Cross. Fantastisch. Het ziet er gewoon gezellig uit. Ik laat het vandaag gewoon allemaal over me heen komen. Maar om te blenden heb ik wel die Zwarte Cross vlag gekocht. Van de Achterhoek.